Dus sta je nou te flirten met haar waar ik naast sta? En toen dacht ik, nee, nee. Ik denk dat zo dom kan iemand niet zijn, toch? Toch? Dan moet ik het wel zeggen dat mijn inschattingsvermogen tijdens festivals enigszins aangetast raakt, laten we het zo zeggen. En jongens, je gelooft het niet, het gebeurde weer. En ik zweer het, we waren 2 meter verder. Toen gebeurde het weer. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dit is alweer de 4e aflevering, als ik het goed heb, van Dates from Hell. En in deze aflevering gaan wij het weer hebben over een jongen die ik heb leren kennen via Tinder, maar wat al vrij snel heel erg kut bleek te zijn. En dit was niet zozeer een date, maar dit was meer, ja, gewoon een ontmoeting op een festival. Ik ga trouwens ook even mijn make-up doen terwijl ik dit verhaal aan jullie vertel, want ik kan natuurlijk niet zo over straat, dat snappen jullie ook wel. Dus ik ga ook ondertussen eventjes iets aan mijn hoofd doen. Nou, ik was dus denk 2 weekjes of zo met een jongen aan het praten op Tinder. En zoals jullie weten gaan we hem eventjes een andere naam geven in verband met privacy. Dus laten we hem eventjes Jan. Ja, Jan. Jan met korte achternaam. Nou, dus ik en Jan waren denk ik 2 weekjes of zo aan het praten via Tinder. En het was gewoon leuk en gezellig. En ja, verder eigenlijk niks bijzonders ook. En het was wel de planning om een keer wat te gaan doen met z'n tweeën. Alleen, ja, het was er nog niet van gekomen. Toen hadden we het op een gegeven moment over festivals. Oh, sorry jongens, dit is echt een heel charmant beeld. Maar dit is wel echt een verhaal die jullie even moeten horen. Als jullie denken van wat is je hoofd nou zo bevlekt? Ik heb bruiningsspray op, maar het is toch niet mega egaal, vind ik dan. Altijd. Het is altijd wel een beetje vlekkerig. Goed. Dus. Nou, toen hadden we het over festivals. En hij zei van, naar welke festivals ga je dit jaar allemaal? Ja, dit was dus ook alweer een aantal jaar geleden, aangezien we nu geen festivals meer hebben. Dus ik zeg van, ik ga dit jaar naar dit festival en dit en dit en dit. Dus hij zegt van, oh leuk, ik ga ook naar het Blijdorp Festival. Dus ik zeg, oh wat lachen joh. Ik zeg, nou ja, misschien dat ik je dan daar wel zie. Dus hij zei, ja is goed, houden we contact en dan moet je maar even appen als je dus op dat festival bent. Ja, en toen ging het allemaal mis. En voordat ik dat aan jullie ga vertellen, abonneer alvast even op mijn kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt, mijn doel is eigenlijk om er 1000 te halen. Als ik het 1000 haal, dan ben ik dus, dan mag ik dus meedoen met de grote jongens op bij YouTube. Maar dat doel van 1000 abonnees is nog niet in zicht. En ik hoop echt dat snel te halen. Kleine moeite, 1 klikje op de knop en dan is het al gebeurd jongens. En daar helpen jullie mij gewoon heel erg veel mee. Terwijl jullie naar mijn oncharmante hoofd zitten te kijken. Terwijl ik een lekker foundation op mijn kop aan het kwakken ben. Oh ja, dit is content jongens. Dit is gewoon keiharde content. Goed, laten we verder gaan naar Jan. Dus, toen was dus het moment aangebroken dat het festival dus was. En dit was het Blijdorp Festival en het was dan de indoor versie. Dus, hè, binnen. Voor de mensen die niet weten wat indoor is, het was binnen. En ik vind een festival binnen toch altijd wel anders dan een festival buiten. Maar ja, op een gegeven moment dan wordt het -10 buiten en dan is het een beetje koud om buiten te genieten van een festival. Dus nou, wij naar het festival. Dat was toevallig ook de dag dat ik mijn tatoeage had gezet bij Davy. Ja, deze op mijn arm, die had ik dus die dag ook laten zetten in Zoetermeer. En ik kwam in 1 keer door, dus ik was zat 4,5 uur heb ik daar gezeten voor mijn tatoeage. En toen ging ik gelijk door naar een festival. Ja, echt gewoon bikkel. Nou, ik kwam daar en ik was daar dus met 2 vrienden. En hij was daar dus ook met 2 vrienden. En wij waren daar al eventjes en we stonden gewoon met z'n allen een beetje te dansen, gezellig. En toen hadden we dus elkaar geappt van, hey, ben je er? Ja, zullen we anders even afspreken bij een barretje of zo. Je had dus zeg maar gewoon de zaal waar je kon dansen en feesten. En je had dus ook allemaal verschillende kleine zaaltjes met zitplaatsen en gewoon leuke dingen. En dan kon je dus gewoon zitten en chillen als je even geen zin had om te dansen. Superleuk. Nou, dus ik zeg van, joh, zullen we dan even daar afspreken? Kunnen we even elkaar ontmoeten? Ze zeiden, ja, dat is goed. Nou, dan kom ik daarheen. Dus ik ging daarheen, helemaal leuk, enthousiast. Ik zal er wel even nog bij vertellen dat ik ook al wat op had die avond.
Hij ook, dus dat scheelde dan wel weer. Nou ja, toen gingen we dus elkaar ontmoeten. En in eerste instantie vond ik het echt een leuke jongen. Moet ik het wel zeggen dat mijn inschattingsvermogen tijdens festivals enigszins aangetast raakt, laten we het zo zeggen. Ik ben er altijd van overtuigd dat ik nog heel goed dingetjes kan inschatten. Ik zit echt te smeren trouwens. Ja, het is nog steeds moeilijk om twee dingen tegelijk te doen. Maar ja, dat ik dat inschatten, daar ben ik dus toch niet zo heel goed in als dat ik dacht. Maar goed, ik vond het dus een hele leuke jongen. En we zaten dus op bij een tafeltje met z'n tweeën. En toen zaten we te kletsen en het was gezellig. En dus ik denk van, oh nou, het is wel een leuke jongen, weet je wel. Dit zou zomaar wel iets kunnen zijn. Maar ja, dat heb ik wel eens eerder gedacht. Dus we zaten daar, ik denk een kwartier. Misschien 20 minuutjes hooguit. En toen, oh ja, mijn vrienden die vroegen van, ja, ik ging natuurlijk op een gegeven moment weg. En hun vroegen van, waar ga je heen? Ik zei, ik ga even hoi zeggen tegen iemand, ik ben zo terug. Maar mijn vrienden werden al vrij snel een beetje ongeduldig. Dus die gingen al, na 10 minuten of zo, gingen ze appen van, hey, waar ben je? Dus op een gegeven moment gingen ze dus appen en appen en appen. En toen vroegen ze van, joh, kom je anders hierheen met die bekende van jou? Maar ja, een beetje awkward natuurlijk. Dus ik zeg van, ja, luister, er was een jongen van Tinder en die is ook hier. Dus ik dacht, ik ga even hoi zeggen. En zei ze, oh, is het een date? Nee, het is geen date. Hij was gewoon hier en ik ben ook hier op dit festival. Dus we gingen even hoi zeggen. Nou, oké, prima. Dus hun vroegen van, joh, kom maar hier. Kom gewoon even hierheen, want dit is een beetje ongezellig. Het is mij opgevallen dat als ik aan jullie vraag om te abonneren, dat jullie dat ook gewoon doen. Dus bij deze, abonneer mijn kanaal. Dat is die grote rode abonneerknop rechts onderin. Klik er maar op. Klik maar op abonneren. Je kan het. Ik weet het. Klik maar. Oké, super. Dan gaan we nu terug naar de video. Zo, nou, het was ook niet zo'n gek groot festival. Dus ik zeg tegen Jan van, zullen we dan naar mijn vrienden gaan? En dan gaan we gewoon daar met z'n allen een beetje dansen of zo. Dus hij zei, ja, dat is goed. Want mijn vrienden staan ook daar ergens in de buurt. Dus dan gaan we gewoon met z'n allen hangen. Dus wij liepen daarheen en Jan kwam een bekende tegen, een meisje. En hij stond met haar te praten en dus ik stond daar een beetje zo naast zo te wachten, weet je wel, tot ze klaar waren. Ik bedoel, ja, hè, wat moet ik anders doen? Dus hij stond te praten en ik stond al een beetje te kijken naar hun en je weet wel, als er iets speelt tussen mensen of als er iets heeft gespeeld, dan zie je een soort vibe, zeg maar, tussen die mensen. En ik zag dus tussen hen ook een soort van vibe. Dus ik zat al te kijken van, is dit een meisje waar je mee zat? Of is dit misschien nou je ex? Of is dit iemand die jij vroeger leuk vond? Of hoe ken je haar, weet je wel? Ik zie gewoon een vibe. Ik zie iets. Dus ik vond het al een beetje vreemd en het duurde ook best wel lang. Dus ik denk van, joh, ik voelde me een beetje opgehaast omdat mijn vrienden dus ook de hele tijd aan mij vroegen waar ik bleef en of ik terugkwam. Nou, goed, toen was Jan klaar met praten met haar en hij stelde me ook niet voor. Ja, dat snap ik ook ergens wel. Ik bedoel, we konden elkaar net een kwartier. Toen liepen we weer verder en toen kwamen we dus bij de vrienden van Jan. Ik weet echt niet meer hoe ze heten, sorry. Er waren dus twee gasten. Nou, hoi, voorgesteld, gezellig. Ik zeg, joh, mijn vrienden die staan daar aan de andere kant van de zaal, dus laten we even daarheen gaan. Dus wij liepen dus met z'n vieren, liepen wij door de mensen heen naar mijn vrienden. En vervolgens komt Jan dus weer iemand tegen, of hij stond dus op een gegeven moment te praten met een meisje. Maar hij stond niet gewoon te praten, hij stond gewoon met haar te flirten. Of tenminste, daar leek het op. Maar ik wist het niet zeker. Maar het zag er wel uit als een flirterig gesprekje of iets. Dus ik denk van, kom je nou weer iemand tegen? Of wat ben je nou aan het doen? Ben je nou met haar aan het flirten? Ik bedoel, ik sta hier naast jou. We hebben net elkaar ontmoet via Tinder. En het was de bedoeling dat we een keer een date zouden gaan plannen. En we hebben net besloten dat het allebei klikte. Dus sta je nou te flirten met haar waar ik naast sta? En toen dacht ik, nee. Ik denk dat, zo dom kan iemand niet zijn, toch? Toch? Dus toen was hij weer klaar met praten met haar. En toen liepen we weer verder. En jongens, je gelooft het niet. Het gebeurde weer. En ik zweer het, we waren 2 meter verder. Toen gebeurde het weer. En hij stond gewoon te flirten met gewoon een random chick die voorbij kwam. Daar stond hij gewoon mee te flirten. En ik denk, what the fuck is dit?
Dus ik sta daar van, ja, wat moet ik doen? Ik voel hem ook een soort van beledigd. Ik bedoel, ik verwacht niet gelijk iets van je, maar je kan niet met 3 chicks gaan flirten als ik naast jou sta. Ik bedoel, heb een klein beetje respect. Dus ik stond daar een beetje van, ja, wat moet ik hiermee doen, weet je wel? Hoe moet ik hierop reageren? Dus ik stond een beetje kortsluiting te krijgen in mijn hoofd. En toen, oh ja, toen waren we inmiddels dus ook alweer bij mijn vrienden, want die waren best wel dichtbij. Dus ik zeg, nou, dit zijn Jan en vriend van Jan 1 en vriend van Jan 2. En ik stond nog steeds een beetje kortsluiting te krijgen in mijn hoofd van, ik zeg er ook wel bij, ik had ook wel wat op. Dus het was even, het moest even verwerkt worden. Dus ik kijk naar een vriend van Jan. Zo van, what the fuck is dit, weet je wel? Wat moet ik hiermee? En die vriend die pikte dat op, die zag dat. Dus hij zegt tegen mij, ja, sorry man, maar dit is wel hoe het altijd gaat. Dus ja, ik wil alvast mijn excuses aanbieden voor zijn gedrag. Maar dit is wel wat je kan verwachten. Dus toen dacht ik, oké, nou, hij zat dus gewoon volop te flirten met al die chicks die voorbij kwamen. Dat is gewoon iets wat zeker is. En er zullen echt wel chicks zijn die dat allemaal accepteren en prima vinden. Maar ik niet. Dus ik was er een beetje klaar mee. Ik denk, weet je, fuck jou. Als jij met hun wil praten, doe je ding. Maar ik ben jouw eerste keus of geen keus. Toen stond hij dus weer met nog een andere. Het was gewoon, ik waren er echt 4 of 5. Als het er niet meer waren. Stond hij dus weer met een andere chick te flirten. En mijn vrienden hadden natuurlijk gevraagd zei nou dat je hem kon via Tinder. Dus ik zeg, ja, ik kon hem via Tinder. Ik zeg, we hebben nog niet afgesproken. Maar ja, hij was op dit festival en ik ook. Dus ja, we dachten, we gaan even hoi zeggen. Dus mijn vrienden stonden echt te kijken van, wat de fuck doet deze gast, weet je? Dit is echt gewoon ASO. Dus toen dacht ik, ja, ik was er klaar mee. Ik denk, fuck jou Jan, krijg de... Hè, piep. Mag ik het niet zeggen op YouTube tegenwoordig? Dus ik zeg tegen mijn vrienden van, oké, kom, we gaan ergens anders staan of zo, want ik ben er helemaal klaar mee. Dus wij gingen weg. En toen had je dus op een gegeven moment zo'n ballenbak ding waar je in kon. Dus toen dachten we, oh leuk, gaan we doen, we gaan in de ballenbak. Dus wij stonden in de rij. En we stonden te wachten. En wie gaat er ook de ballenbak in? Jan en zijn vrienden. Dus wij staan in die rij te wachten en vervolgens word ik gewoon keihard versierd door die vriend van Jan. Ik denk, wat zijn dit voor gasten? Even serieus. Die lopen alleen maar achter hun bloed aan de hele dag. Die kunnen verder niet met hun hersenen denken omdat hun bloed op een andere plek zit. Dus ik denk, nou ja, hier heb ik ook echt geen zin in. Maar ik bedoel, ja, hè, hij dacht waarschijnlijk ook. Niet geschoten, altijd mis. Kan hem ook niet echt blamen daarvoor. En Jannie stond gewoon weer. Zijn ogen vielen inmiddels uit zijn oogkast van alle vrouwen die langsliepen. Dus ja, dat waren ook weer extra ballen voor in de ballenbak. En toch een soort win-win situatie. Ja, dus toen had ik die vriend van Jan ook maar afgewezen. En we gingen de ballenbak in. We hebben het hartstikke gezellig gehad, maar niet met Jan. Daar was ik helemaal klaar mee. Die heb ik nooit meer gezien, nooit meer gesproken. Lekker verwijderd, geblokkeerd. Doei. Dat was het eigenlijk al. Toen, ja. Weet je, voor alle meiden die kijken als een man zich zo gedraagt, geloof me, jij verdient echt beter dan dat. Als jij niet de eerste keus bent van een man, dan ben je gewoon geen keus. Klaar. That's it. Zo simpel is het. Echt. Echt. Dus, ja. Dat was mijn Tinder-ontmoeting in Blijdorp. Wat kan ik er nog meer over zeggen, jongens? Als jullie nou nog meer van dit soort verhalen willen horen, laat het me weten in de comments. Ja, ik vraag me af, zijn er hier veel mensen die afspreken via Tinder? Want ik weet dat heel veel mensen daar gemengde gevoelens over hebben. De een vindt het echt fantastisch en de ander vindt het helemaal niks. Ik heb zelf wel eens op Tinder gezeten. Hè? Dat blijkt ook wel uit deze verhalen. Het was niet allemaal een succes. Ja. Nou goed, er zaten ook wel wat successen tussen hoor, daar niet van. Laat het me even weten. Ik ga hier een poll openen, hier of hier. En dan kunnen jullie even laten weten of jullie ook al eens hebben afgesproken via Tinder. En laat dan even in de comments weten hoe die ervaring was voor jullie. En dan ga ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Volg me ook even op Instagram, dat is Chantal Keizer met 2 R'en. Ik zet een linkje in de beschrijving. Ik zet overal verwijzingen, dingetjes naar, dus komt goed. Volg me ook op Instagram.
En jongens, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Daar help je me heel veel mee. En like deze video als je hem leuk vond. En ook als je hem niet leuk vond, gewoon like. Gewoon liken en subscribe. Hele reutemteut allemaal doen. En dan zie ik jullie volgende week woensdag om 5 uur bij een nieuwe video. Doei!